Ja, ik denk het wel. Na vorige week hebben we denk ik toch morgen wel iets recht te zetten. Dus ik denk wel dat we er klaar voor zijn. We hebben heel scherp getraind deze week. De wedstrijd van Anderlecht die ligt nu achter ons. Dus ik denk wel dat we er echt klaar voor zijn. Ja. Goh, nu met die laatste wedstrijd lijkt het allemaal zo iets minder rooskleurig, omdat we dan hier 0-3 thuis verloren hebben. Maar ik denk dat we niet mogen vergeten dat de eerste drie wedstrijden geen makkelijke wedstrijden waren en waarin we toch niet verloren hebben. Uiteindelijk is het dan spijtig dat je niet in een van die wedstrijden natuurlijk de drie punten neemt, want dat had wel misschien nog een beter gevoel gegeven. Maar ik denk over het algemeen, zeker als we morgen eventueel drie punten kunnen pakken, dat we toch wel kunnen zeggen dat we niet slecht gestart zijn. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat een van mijn sterke punten is. Assists te geven. Hopelijk kan ik er dit seizoen nog veel geven. En zoals tegen Gent bijvoorbeeld, dat we daaruit dan ook punten pakken. En ja, dan denk ik wel dat dat in orde komt. Goh, ja, inderdaad zoveel mogelijk speelminuten nemen in de volgende wedstrijden. Maar dat is natuurlijk, dat laat ik aan de coach. Maar inderdaad, als je ziet van waar ik kom met mijn blessure, ben ik wel blij naar de vorm waar ik nu alleen naartoe groeien ben. Dus hopelijk kan ik dan op dit elan blijven verder gaan.